Laat ik beginnen met dat ik heel trots ben op deze ploeg, op deze prestatie. Vandaag was echt weer waanzinnig weer in deze sporthal om te spelen. Maar als je zo dichtbij bent, is het wel echt heel zuur. Laten we eens teruggaan naar het begin van de wedstrijd. Je staat bij rust met 10-7 voor. Speelden jullie nou zo goed of waren zij minder? Nee, het was heel matig. Matig eerste helft. Veel fouten passing. Zij waren denk ik nog zenuwachtiger. Dat was wel duidelijk, maar het was een hele zwakke eerste helft. Het was niet zo dat wij in de rust tegen elkaar zeiden, hey, het gaat goed. Helemaal niet zelfs. Ondanks de voorsprong. Want in de tweede helft geef je die voorsprong heel makkelijk weg, wel ook hè? Ja. In de eerste 10 minuten volgens mij maken we geen goal. Zij trekken gelijk. Daarna komen we er gelukkig weer een beetje in. Volgens mij komen ze één doelpuntje voor. Dat is het enige moment dat ze voor hebben gestaan. En daarna namen we wel weer het initiatief. Kwam de rust wel weer in de ploeg. Kwamen we tot goede afrondingen, goede aanvallen. Einde wedstrijd konden we beslissen. Ik had een vrije doorbraak. 3-4 seconden geloof ik op de klok. Daar zou ik nog wel een paar nachten... Wat ging daar mis? Nou, om eerlijk te zijn... Ik had daar heel veel tijd. Hij was wel op afstand van de korf. Maar dan gaat er wel heel veel door je heen. Want ik moet het nu doen. Ja, daar had ik eigenlijk de wedstrijd niet heel veel last van. Ik denk dat ik wel aardig pot heb gespeeld. Ja, je scoorde heel erg veel zelfs. Maar die bal zal nog wel even langskomen een paar keer. Was het in de verlenging een beetje op bij jullie? We kwamen voor in de verlenging. Als het op, op een gegeven moment kom je er dan 1 achter. Dan ga je denk ik toch iets forceren omdat het korte tijd is. Natuurlijk smijt je met kracht in zo'n wedstrijd. En ga je er even niet vanuit dat het in een gelijk spel in die derde wedstrijd uitdraait. Maar ik had er wel alle vertrouwen in. We hebben die verlenging in Amsterdam in de play-offs hebben we gewonnen. Het was jammer dat het geen goal was. Anders hadden we hem zelf ook uiteindelijk gepakt. Wat ga jij nu doen? Want als je naar de korfbal league zou gaan, zou je nog een jaar doorgaan. Wat doe je nu? Ik ga nog even op het veld het seizoen afmaken. En dan is het klaar met mij. Moeilijke beslissing of valt het mee? Nee, valt wel mee. Ik had heel graag in de league nog een jaar gespeeld. Maar ik heb prachtige jaren gehad en op een hoogtepunt gestopt. Toch als ik een beetje op je gezicht heb gelet de laatste minuten van de wedstrijd, was je wel echt heel erg gefrustreerd, hè? Nou, gefrustreerd. Boos, emotioneel. Uiteindelijk wel, als je zo dichtbij bent en eigenlijk denk ik wel de wedstrijd beter ben geweest. Ja, dan komen er toch wel emoties, dat is duidelijk. Ja. Ja, wat dat betreft analyseer je nu nog vrij cool. Ja, maar ik kan wel redelijk snel weer relativeren, denk ik. Alleen in de wedstrijd zelf met alles eromheen zo waanzinnig georganiseerd en dat publiek ongelooflijk. Hoe laat denk je dat je vanavond de slag valt? Maar ik ben een goede slaper. Ik denk dat het wel goed komt.